Nou, mensen. Ik ben vrolijk ontsnapt uit mijn huske. En ik ga looten in mijn naki met deze pickaxe. En ja, het kan alleen maar goed gaan, toch? Het kan niet fout gaan. Harry die is de basis beschermen. Want hij is de echte Rambo. Ik bedoel, hij heeft een pistool, ik niet. Ah. Yo, scrap. Ja, ik heb gewoon scrap en een metal blade hoor. Babam, babam, bam, bam. Oh. Wordt geschoten. Ik heb een, sappig wapentje voor je. Oké. Ja. Er wordt wel heel veel geschoten. Dus ik hoop niet dat, dat ze onze base nu aan het aan kapot rammen zijn. Nee, nee, nee. Oké, okay, dat is positief dan. Ik wil naar de recycler, maar ik ben bang dat ik dan wordt afgeschoten. Ja, ik zou als ik jou was even niet doen, nee. Maar aan de andere kant wil ik ook wel weer een avontuur doen. Oh, ja, maar er wordt hier geschoten, in de harbor. En dan ga ik daar. Ze zijn 100% heen. Nog steeds hier. Oh. Zeker te weten. Heftig geschoten. Oh nee, het wordt ook nog eens donker, Harry. Maar ja, dat is misschien ook wel positief, want dan kunnen ze me echt absoluut niet zien natuurlijk. Oh! Ofwel! Dat klonk alsof het heel dichtbij was. Oh nee. Ja, weet je wat het kut ook is? Ze weten gewoon waar onze base is, dus... Maar we kunnen er vrij weinig tegen doen. Oh, teleurstellend dit. Oké. Oh, radiatie. Wegwezen. Green. Dat is nog bueno. Oké. Nee, niet de night skippen. Niet nu. Oh, ik heb ook geen fakkeltje bij, besef ik me. Oh boy. Ik heb een ideetje. Ik probeer ook te kijken of ik ze kan zien. Ja, het zijn waarschijnlijk bijna 100% zeker dezelfde mensen als toen net. Oké, okay, we worden weer geschoten, dus ik ga weer de rennen van mijn leven. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Edeldier. En vandaag ben ik weer terug op een mooie server en in een mooie base. Harry is gejoined. We hadden een hele aflevering opgenomen gisteravond. Is helemaal mislukt. We hebben een hele mooie base. Je ziet dat ik aan het doodbloeien ben. Dat komt omdat er mensen voor de deur staan. En ik denk met de deur open ben ik weer helemaal verrot geschoten. Dat is niet fijn. Harry, ik kan je vertellen, dat is niet fijn. Ja, het kuttige is, ik kan zo'n hele mooie shotgun voor jou maken. Alleen dan moet ik naar de workbench en die staat hier. Ja, boven. We gaan... hallo? Ja, nou zou ik ook niks zeggen. Stom, mensen zeg. Hallo? Willen jullie alsjeblieft niet schieten? Willen wij alsjeblieft niet schieten? Nou, ik moet schieten eigenlijk. Dat was wel leuk om te kijken. Ja. Ja, daar heb je wel een punt. Maar kan je dan op iemand anders gaan schieten? Dat is ook heel leuk. Ja, als jij weet waar zij... Als jij weet waar andere mensen zijn, dan ga ik daar wel naartoe hoor. Maar ja, dat weet ik dus niet. Dus als je een beetje de goede richting op wijst. Maar ja, ik heb net gerust, net ongeveer 2 dagen. En ik vind het toch wel een leuk spelletje en ik heb dus net mijn eerste kun.
Ja, nou, uit vertrouwbare bronnen heb ik dus gehoord dat er mensen bij de Airfield zijn. Kijk, wat je ook al doet, is dat jij de deur open doet. En dan kan men denken... Ja, nee, ik ga niet nog een keer de deur open doen, jongen. Ik was bijna dood. Nee, Harry. Ja, ik doe deze deur achter je dicht, hè? Ja, nee, dan ga ik ook nu... Ja, anders kunnen zij toch de base inrennen, joh. Sorry, wat zei je? Harry, die maakt weer te veel herrie. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Daar heb je echt een goed punt. Ja, inderdaad. Daar heb je inderdaad een goed punt. Maar ja, kom toch gewoon naar buiten. Ik wil gewoon eten. Ik wil gewoon gezellig doen. Maar ja, ik zou dan weer verpest. Dan kan ik helemaal niks te doen. Ja, Ik vind dat je potverdorie een hartstikke mooie beest hebt neergezet. En dan doe je dit. Ik wil gewoon... Het was niet mijn bedoeling om te schieten. Het was gewoon een misklik. Ja. Met een semi-automatisch wapen. Ja. Ik vertrouw ik niet. Vladdy, I'm... Hey, weet je wel ook... President of Russian Federation. Als jullie van schieten houden, moet je Fortnite gaan doen, joh. Dat is leuk. You need assistance from Russian army. Come out with your hands up. This is Russian President Vladimir. Ik weet niet eens hoe ik mijn handen in de lucht moet doen, jongen. Nou, Harry. Onze hele aflevering, denk ik, is binnen. Hoe doe je dat? Oh, dat is gewoon ingedrukt. Nou. Come on, with your hands up and be naked, otherwise the Russian army will. Ja, dat is ook een goeie. Je kan natuurlijk gewoon naakt naar buiten gaan, man. En dan moet jij de deur achter me dicht doen, oké? Okay? Oh, had je trouwens gezien dat ik kikkerlaarsjes aan had? Ja, die had ik gezien. Die zijn heel mooi. Ze zijn schattig, hè? Alleen, ze zijn een beetje jammer als je dan moet... Ja, ik kom er zo aan, joh. I don't speak Dutch. I'm president Vladimir Putin from Russian Federation. I was an old KGB agent, so don't play any games with me. Ja, helemaal prima. What did you say? Oké, Harry. Sorry, jij moet zorgen dat de base op tijd dicht gaat, hè? Doe deze deur sowieso achter me dicht. Oké, wens me geluk, man. Doe hem gelijk achter je dicht, hè? Oké. Hallo? Hey. Hallo. Oh nee, ze hebben een mooi hartje gemaakt voor me. Wauw. Ja, maar dat is niet door hun gemaakt. Oh. Hallo, wat zei je? Harry praat er weer doorheen. Ben jij het edelhert? Ja, zo zou je me kunnen... Oh, wow, jij hebt een mooi geweertje. Vladimir Putin, president of Russian Federation. Nou ja, dat eerste stukje niet, want toen had ik nog geen opname aan. Toen was ik net ingelogd. Oké, maar ben jij het opnemen dan? Ja. Ja, ik weet niet, dat heeft Harry blijkbaar gedaan ofzo. Nee, dit heeft hoe heet hij nou? Gozerwijf. Nee, niet Gozerwijf, die heeft Balzerwa gedaan. Ah. Ik zei toch dat ik niet hoor. Hij is fan van je, weet je wel. En hij dacht eerst dat jullie een kanaaltje hadden van 10 abonnees, maar het was toch iets meer. Ja, iets meer. Alleen niet zo heel veel mensen die rust willen kijken, helaas. Ja, waarom wel Minecraft dan? Want Minecraft is wel helemaal geen fuck. Nee, ja, precies. Hier. Breek het. Rust is best een leuk game. Zijn ze weg? Ja, anders kun je nog Rainbow spelen, dat wordt ook nog wel leuk bekeken. Ja? Oh, Rainbow Six Siege. Ja, maar daar was ik echt fucking slecht in. Hier ook een dikke base aan het water. Oh, hier staat de auto. Twee auto's zelf. Pak er één. Ja, maar ja, ik wil ook niet mensen pissig maken. Zeg. Ja, maar ze hebben er twee en wij hebben die nodig, want we willen op avontuur. Ja, zeker waar. Dus pak er maar gewoon één. En bestel nou dat het van hun is. Ja, ze lopen de andere kant op, dus dat maakt niet uit. Ja, maar misschien komen ze wel hier naartoe. Nee, dat heb ik niet. Oké, dus ik heb nu een auto gestolen. Maar ik moet daar naartoe rijden om terug te komen. Ja, maar kijk, zij zijn nu richting... Welke kant zijn ze op? Ze zijn richting het noorden gegaan. Richting het noordwesten. Bij onze base. Oké.
Ik zit lekker in de watchtower. Sappig, dat sappig. Dat is echt een handig dingetje hoor. Veel koffer. Oh, trouwens, ik heb dit mooie plantenbakje gemaakt. Nou, dames en heren, dit is ons tweede deel van het huis. Hier is een mooi plantenbakje. Basically, dat andere stukje is dat kleine soort vierkantje met een klein middenstuk erin. Daar zitten wat spulletjes en hier is dan onze tuin, soort van. En dan boven hebben we nog wat. Maar we moeten eerst eventjes fixen dat we daar naar binnen kunnen. Maar boy oh boy oh boy. Was dat even spannend of niet? Ik heb wat voor je. Nee, ik wil maar gewoon even hier naar binnen toe, want ik wil hier naar boven toe. Geef mij 2 seconden. Hey, daar. Hey, top. Oh, dat was niet eens genoeg. En dit is de rest van ons huisje met prachtig mooi uitzicht over de kust. En blijkbaar zit hier dus nog een extra beest onder, hè, Maui? Ja, dat is die ene van die Otto. Ja, dan. Nice. Oh, en hier zit dus een mooie nieuwe werkbank. Harry is alweer hard aan het werk geweest. Oh, hier is nog een uitbreiding zelfs. Of heb je vakjes gemaakt in ieder geval? Ja, daar wilde ik eigenlijk een soort opslag van maken. Oh, nice, 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 nice. Nou, dit is in ieder geval onze beest dus. Hoppakee. Best wel prima op zich, denk ik. Ah, nu moet ik even... Oh, nu... Moet ik eventjes dit blurren? Oké, nu kan ik alle deuren openen zonder de code. Oké, nou helemaal top. Ik denk dat ik dan maar weer even mijn spulletjes aan ga trekken. Ja, wacht maar. Even naar boven kippen voor je. Hier. Oh. Ja, alsjeblieft. En daar zit de kogel in? Ja, 1 kogel. 1 kogel? Dus vind ik... Ja, de ammo moet ik nog maken. Alleen dat kost heel veel. Dus we kunnen 1 headshot en anders zijn we de Sjaak. Oké. Nou, we gaan er vandoor met ons autootje. Tenminste, ja, nou waarschijnlijk hebben ze die auto's ook gewoon bij ons weggejat. Dus dat eigenlijk hebben we onze auto gewoon teruggejat of even geleend. Ik bedoel, ze mogen hem straks best weer pakken hoor. Ik bedoel, we kunnen het best prima delen. Precies. Je moet wel nu wat meer naar het noordwesten. Kijk, nu is oh my god. Ik heb egg spikes hier. Daar is de Domio. Beter zijn er even geen mensen. Zullen we de auto anders hier ergens alvast neerzetten? Ja, doe maar hier. Het ergste is, in het ergste geval gaan we naar de free car spot om nieuwe auto's te halen. Oké, ik heb een pijl aan de boeg. Hey, extra pumpkins. Ik zie daar een paard. Hey, dit heb ik nodig. Refinery. Scrap rhinos. Oh, dit is een furnace. Oké. Is het ook zo dat we hier gewoon naar boven moeten klimmen? Ik denk het wel. Ja, je moet zeg maar op dit huisje zien te komen. Ja. Yeah, no man. Het is een parcours. Kom. Wacht. Dan moeten we daar naartoe? Nee. Oh. We moeten op de een of andere manier hier naar boven zien te komen. Oh, ik zie het. Hier zo, vanaf deze pijp. Kan je hier op en dan kan je hier op springen, ja. Ja, tof. Dan moeten we nu wel hierheen. Doe wel heel voorzichtig. Oh boy. Dit is spannend hoor. Ik hoor radiation tikjes, maar we zijn wel protected. Oh nee, toch niet. Fuck. Maar de loot is het waard. We gaan door. Zeg dat wel. Ik heb nog geen radiation gehad trouwens. Nou, maar misschien dat jij wat beter. Ik heb kikkerlaarsjes aan. En iedereen weet dat kikkerlaarsjes heel goed zijn natuurlijk.
Ik weet ook niet hoe ik die kan maken, maar... Het was iets met dat ik Rust al in Early Access steunde of zo. Blijkbaar heb ik Rust al heel lang en kwam ik er nu pas achter. Henk, ik heb het idee dat we... Oh nee, wacht. Oh, nee. Hè? We zijn wel een rondje gelopen nu. Dus we moeten toch iets anders vinden dan... Oh ja, dit herken ik nog. Oh, oh jezus, ik tiefde er bijna vanaf. Mijn hart. Ja, we zijn er. Oh boy. Hallo, oh nee, jongen. Toch niet, het is een leugen. Als je hier tieft, dan ben je gegarandeerd dood. Echt, hè? Maar hoe scary is het nu als... Oh, we zijn er nog niet. Nu opeens kerels beneden staan en die omhoog komen. Dan zit je hier ook zo van, fuck. YOLO. Oh man, Harry man. We gaan hard. Ja, oh, hier. Aha. Het is inderdaad wel even een puzzel. Come on. Wat is er aan de top? Laat het zien, alsjeblieft. Als er niks laptop. Is... Kissies! Ik heb een small oil refinery. Ik heb... Een high external stone wall. En twee targeting computers. En tech trash. Ja, allemaal meenemen. Oké, dan allemaal gekke spulletjes. Nou, Harry man. We did it, man. We done did it. We hebben het overleefd. Er is hier een laddertje. Oh. Ja, even wat smikkelen hoor. Ik ga even anti-radiation pills innemen. Ja, nu moeten we nog naar beneden. Ja, nou, ik heb hier een weggetje gevonden dat er soepeltjes gaat op naartoe. Er is hier een plaatje die open. Oh! Dat deed pijn. Ja, ik heb 33 HP. Ik denk niet dat ik dat overleef. Nee, dat overleef je niet, denk ik. Mannen, mannen, mannen. Oh, er staan hier ook nog allemaal tonnen. Ga beneden staan als voor het geval ik doodga. Ik sta beneden. Is dit wel echt verstandig? Ja, ik zou gewoon wachten hoor, dat je meer nodig hebt. Oké, ik ben wounded. Maar je kan me reviven, dus dan leef ik weer. Hey. Maar hoe doe ik dat? Oh, ja, zo. Oké. Het was semi-succesvol. Ik wil die crate best wel hebben. Nou, dan gaan we hem toch doden. Ja, oké. Dus moeten we eerst die kerel voor zijn moer schieten. Ja, maar hij heeft best veel HP volgens mij. Nee, ik heb hem vorige keer met pijlen dood gekregen. Ik heb hem geschoten. Ja, volgens mij mist hij ook nog eens. Wat een gekke man. Ho! Oh. Oh shit! Ik heb 0 HP. Oké, haalt wat scrap bij. Ik heb 0 HP. Heb je eten nodig hier? Twee dingen op de grond. Oh, er zit hier een bel in. Liggen hier dingen al eten voor je? Ja, ik heb voldoende eten. Ik heb 406 eten. Oh, oké, nou dan neem ik het op. Geen bewijs achterlaten. Hoppakee. Okay, let's go. Niks aan de hand. Was er nog iemand? Maar dames en heren, dat wordt wel weer het einde van deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het weer een leuk avontuurtje. Als dat zo is, vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen natuurlijk. Abonneer zeker op Edeldier en laat eventjes weten of je nog meer van Rust wil zien. Want wij vinden het een hartstikke sappig spelletje. En wij gaan er zeker nog een tijdje mee door. Misschien binnenkort ook een stream. Al is Harry wel binnenkort op vakantie. Dus dan ben ik weer in mijn eentje.
Maar ja, dat komt helemaal goed. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, belletje aanklikken. En tot de volgende keer. Zoals de tijd natuurlijk. Join de Walvissa. En tot doei!